Bloedstolling voor de HAVO. HAVO 4, 5, zeg maar. Waarom slikt menig vaatchirurg eigenlijk dagelijks aspirine? Als we dat mogen geloven dan. Nou, ik ga het met jullie hebben over bloedstolling. En dan begin je eigenlijk gelijk over bloedplaatjes. Trombocyten. Die spelen een belangrijke rol in de bloedstolling. Nou, er is een beschadiging. En dan moet er het een en het ander gebeuren. Drie stappen. De eerste stap is eigenlijk dat er gewoon simpelweg minder bloed naartoe moet. Logisch, er is een beschadiging, het moet er niet allemaal uitlopen. Dus er is een hele makkelijke oplossing voor. En dat is het samentrekken van aanvoerende bloedvaten. We weten dat dat kan dichtknijpen, vasoconstrictie zeg maar. Nou, dus het is heel logisch. Die spierwerking die zorgt gewoon huppatee, dat er gewoon minder bloed naartoe gaat. Heel logisch eigenlijk. Hele makkelijke oplossing, maar ja, dan is het nog niet hersteld. Dan hebben we een tweede stap. Nou, het gaatje moet natuurlijk zo klein mogelijk worden. En dat kan ook gebeuren als volgt, gewoon bloedpropvorming. En er blijft tussen van alles kleven, er vormt zich als het ware een propje en dat zorgt ervoor dat het gaatje kleiner wordt of misschien zelfs dicht gaat. Bloedplaatjes die kleven dus aan die beschadigde wand en die kleven ook aan elkaar. Hier zo zie je dat. Dus die bloedplaatjes die spelen een belangrijke rol dus om het gaatje ook kleiner te krijgen. Maar de belangrijkste stap die daarop volgt, en ook misschien wel de ingewikkeldste stap, zeg maar, is dat er op een of andere manier een soort spinnenwebdraden worden gevormd, als een vangnet als het ware, die de boel helemaal dicht gaat maken. Nou, stap 3 is dat. Het weefsel moet zich natuurlijk sluiten en herstellen. En de oplossing daarvoor heeft te maken met een web van fibrinedraden. Die sluiten de wond af. Fibrinedraden zijn een soort eiwitten. En nou, hoe komen die daar nou? Nou, belangrijk, want dit is namelijk een ingewikkeld proces en daarom staat het ook in het BINAS. Je kunt dit helemaal nalezen, zeg maar. Maar er is in ieder geval een cascade aan reacties die uiteindelijk leidt tot fibrine, die draden, zeg maar. Dat is fibrine. Nou, die in het BINAS staat is redelijk uitgebreid, maar laten we eventjes heel kort eventjes het doel even hier opstellen. Het fibrinogeen is een eiwit dat opgelost zit in het bloed. En dat is dus oplosbaar. En dat moet eigenlijk worden omgezet in fibrine. En dat zijn die draden. Dat is natuurlijk, zoals je hier ziet, niet meer oplosbaar. Dus eigenlijk is dat het doel. Fibrinogeen omzetten in fibrine. Nou, dit gebeurt onder invloed van allerlei stoffen die vrijkomen bij de beschadiging van cellen. En de bloedplaatjes en stoffen in het bloed. Dus eigenlijk spelen al deze drie een belangrijke rol. Natuurlijk moet het alleen gebeuren bij beschadiging. Dus dat beschadigde weefsel moet als het ware allerlei factoren afgeven. Zodat we weten dat het beschadigd is. Nou, bloedplaatjes blijven kleven. Daar zitten ook stofjes in. En in het bloed zelf zitten ook nog stoffen. Het is een soort zelfreparerend systeem. Alsof je waterleiding knapt en dan zichzelf repareert. Nou, en bij bloed is dat wel het geval. Heel belangrijk. Nou, hier hebben we een overzichtje daarvan. Nou, stel je voor een beschadiging. Eerste stap was het samentrekken van de spieren rondom die bloedvaten. Daardoor is er gewoon minder bloed naartoe. Dat is makkelijk. Tweede deel is dat dat gaatje kleiner moest worden. Dus kleeft allemaal bloedplaatjes aan en er ontstaat een propje en het wordt allemaal wat kleiner. En het derde, en dat is wat ingewikkelder, allerlei stoffen die komen vrij uit die beschadigde cellen en uit de bloedplaatjes die daar blijven kleven. Allerlei stollingsfactoren, onder andere calciumionen in de bloedplasma, die zorgen voor een keten van reacties. Nou, dit zal je in het BINAS ook zien, deze keten. Maar wat belangrijk is voor de HAVO is dat in ieder geval deze reacties leiden tot het omzetten van fibrinogeen, oplosbaar in het bloed, naar fibrine. En dat is dus een eiwit dat dus niet oplosbaar is en die een soort spinnenweb vormt. Nou, en dat samen is het bloedstolsel. Nou, in ieder geval vitamine K heeft bijvoorbeeld met die bloedstolling te maken. En vragen kunnen daar wel eens over gaan. Dus stel je voor dat je aan antibiotica bent. Want die van vitamine K die wordt dus bijvoorbeeld gemaakt door bacteriën. Nou, ben je aan antibiotica, dan kan het zijn dat je dus die bacterie die die vitamine maakt doodt met die behandeling. En dan moet je bijvoorbeeld vitamine slikken. Dat soort vragen kun je wel verwachten. Dus dit moet je kunnen uitleggen. Nou,
Aspirine, dat voorkomt stolselvorming in het bloed. Dus aspirine is belangrijk. Die vaatchirurgen nemen dat vaak, omdat die heel veel ellende zien. En als je natuurlijk minder stolselvorming hebt, dan heb je dus ook minder kans op propvorming als het ware. En dat houdt het vatenstelsel dus gezond. Minder kans op trombose, bloedstolsels, die bijvoorbeeld in de hersenen of waar dan ook kunnen blijven steken. Nou, tot zover. Niet zo moeilijk.